Goedemorgen, jongens en meisjes. Ik ben Jeanette van der Laan, een van de wethouders in Lisse. En ik vind het echt hartstikke leuk om bij jullie hier te zijn. En waarom? Want je denkt, nou, dat zegt ze misschien wel vaker. Maar ik heb hiervoor op het Fioretti College gewerkt. En dan kwam ik ieder jaar hier op jullie school om te praten met de meester of juf van groep 8. Om de leerlingen die nu in groep 8 zitten te verwelkomen op onze school. Dus ik vind het heel leuk dat ik hier weer een keer mag zijn. Eten jullie dan ook nog wel eens gezonde dingen? Ja, meer dan ongezond. Wij hebben thuis namelijk Hello Fresh. Niet altijd even lekker, maar wel gezond. Ja, wij eten ook wel heel vaak gezond. En drinken jullie veel water? Ja, zeker. En limonade, daar zit natuurlijk ook water in. Ja. Ja, eigenlijk altijd bij het avondeten. En doen jullie ook nog wel eens een sport? Of zitten jullie op een sport? Ja. Ik zit op judo. Ik zit ook op judo en ook op voetbal. Dan gaan jullie denk ik veel gebruik maken van dit watertappunt? Ja, ik denk het wel. En voor ons, voor de gemeente, is het heel belangrijk dat rondom iedere school, waar veel kinderen zijn, een watertappunt komt. En ik ben gewoon heel blij dat ik dat vandaag bij jullie mag openen. Ik ga dat doen. Ja, ik ga natuurlijk een lintje doorknippen, maar ik wil eigenlijk ook de bidon vullen met dit lekkere water. En ik zou eigenlijk de hulp willen hebben van een van de leerlingen. Wie zou mij willen helpen? Ik hou de microfoon even vast. Alsjeblieft, dan moeten we even denk ik, goed gaan staan. Want je mag op een fotovloertje. Kom jij een beetje voor mij staan? Kan jij hem dan zo doorknippen? Wacht, we gaan eerst even aftellen. Jongens en meisjes, zullen we aftellen? Dan gaan we beginnen bij 10, hè? 10. Oké, 10, 9, 8, 7, 6. Wat vinden jullie ongezond eten? Snoep. Gewoon kaas. Wat is jullie favoriete ongezonde eten? Zoals patatjes? Ja. Ja? Ik ook patat. Ook patat. Drinken jullie veel water op een dag? Denken jullie dat jullie veel gebruik gaan maken van het watertappunt? En wat is dan jullie favoriete ongezonde eten? Ik denk wel pizza. Ik denk patat. Gaan jullie denk je veel gebruik maken van dit watertappunt? Ik denk het wel, om als het warm is te drinken en soms ook met water te spelen. Ja, omdat je dan kan drinken in een bidon en dan hoef je niet water uit de kraan te halen.